Hoe lang beoefenen jullie al de duivensport? We zijn in 2004 met de duivensport in aanraking gekomen en in 2006 hebben we op de eerste vlucht meegespeeld met de jonge duiven. We hebben alleen het jonge duivenprogramma gedaan. Vanaf 2007 zijn we ook met de oude duiven mee gaan spelen. Dus dat is ondertussen van nu 15 jaar. Heeft u nog extra tips? Nou, ik vind de duivensport, dat beleef je op eigen hok op deze 16 meter en daar boven op de zolder, maar daar hou ik niet mee op. Het is mooi om in een vereniging, vooral een grote vereniging, waar concurrentie is, maar ook waar veel gezelligheid is, waar initiatieven zijn om andere mensen bij de sport te betrekken, waar de jeugd gewaardeerd wordt en vooral geholpen. En dat laatste is belangrijk en dat is heel dat er mooie initiatieven zijn. Maar wat ik me zo een beetje afvraag is ook van, kijk ja, jullie zijn met twee, is dat voor beide partijen dat jullie zeggen van ik speel dat het liefst of gaat ja. Uw voorkeur naar iets anders? Ja, alles is mooi, maar echt de jonge duiven als ze massaal naar beneden komen is gewoon. Ja. En overnacht vluchten, maar dat is, kan het ook heel veel tegenvallen. Ja. Als ze echt naartoe leven naar één wedstrijd en dan zes duiven en dan is vierde en de prijs hebben nog vroeg. Maar ja, als ze er niet zijn, dan vallen tegen. Ja. Het mooie is het voorbereiden met z'n tweeën. De koppels die naar een bepaalde overnachtvlucht toe gaan en die met z'n tweeën dan s'avonds zo. Ja, hoe zitten ze? Zou ik die net als vorig jaar doen of gaat die compleet missen? Die zit net op een andere stand of we proberen naar de stand toe te werken. Omdat we ja, dat ook van voorgaande jaren weten. En dat is de charme van als je bezig tweeën bent, dan kan je lekker over babbelen. Ja, en ik heb mooi discuteren. Ja, van, fantastisch. Die moet naar die vlucht, die moet naar die vlucht. Dus ja, het is wel leuk zo. Hè. Ja, zeker. Op 22 oktober start er een veiling bij Dream Pigeons. Kunt u ons al wat meer vertellen omtrent de duiven dat jullie gaan aanbieden? Ja, dat zijn zomerjongen uit onze beste kwekers, uit Asduiven en provinciale winnaars. Onder andere een van Eerst FBO Rufax zit erin. En daar zit een jonge duif in uit Rosalien. Die won vorig jaar de eerste, de 11e en de 11e NPO in enkele weken tijd. En als jonge duif ons ook al een 9e provinciaal. En daar zit ook een jong van in de veiling.